Het blijft een fenomenaal uitzicht. De Grebbeberg die oprijst vanuit het vlakke land van de Betuwe. De berg, nou ja, het bergje, waar het Nederlandse leger in mei 1940 toch nog 3 dagen stand wist te houden tegen een grote Duitse overmacht. 380 Nederlandse soldaten lieten er het leven en ze rusten nu al 77 jaar op de flanken van de berg. Wat veel minder bekend is, is dat er hier in de Betuwe ook fel is gevochten. En het bizarre is dat je met een lantaarntje moet zoeken naar de sporen van wat er zich hier in mei 1940 heeft afgespeeld. Welkom bij 75 jaar vrijheid op weg naar 2020, waarin we vandaag op zoek gaan naar littekens en landschappen van de oorlog. Dit is de Duivelsberg tussen Beek en Bergendal. In september 1944, tijdens operatie Market Garden, is hier fel gevochten. En de sporen van die strijd, die vind je nog overal. De littekens in het landschap. Hier heb je zo'n mooi voorbeeld van een spoor. Dit? En wat was dit? Ja, sommige mensen zullen zeggen gewoon een kuil, maar een mitrailleurnest. Hoeveel mensen konden er dan in zo'n mitrailleursnest? Nou, ik denk wel hier een man of 4. En je had minstens echt wel 2 man nodig om de mitrailleur te kunnen bedienen. En waarom was die Duivelsberg zo belangrijk? Een strategische plek. Het kon de Rijksweg beheersen die hier aan de rand ligt. Het was eigenlijk de weg naar Duitsland dus? De weg naar Duitsland tussen Nijmegen en richting Kleef. En dan had je dus mitrailleurnesten? Ook nog andere strategische punten waar je nog sporen van teruggevonden hebt? Plekken waar opslag van munitie is geweest, komen we tegen. Honderden meter loopgraven, meer naar het oosten. Dat was de meest bedreigde kant op een gegeven moment natuurlijk geworden. En dat heb je allemaal met je werkgroep geïnventariseerd. Eigenlijk ben je een soort landschapsarcheoloog, zou je kunnen zeggen. Ja, dat mag je noemen. Dat doen we dan met de AWN werkgroep Tweede Wereldoorlog archeologie. En zijn we 3 jaar bezig geweest om de hele Duivelsberg te inventariseren. Ja, dit is dan dus wat de Amerikanen hebben achtergelaten. Ja, en die zijn op een gegeven moment afgelost door het Canadese leger op 12 november. En hebben hun spoor achtergelaten. En die hebben ook hun spoor achtergelaten. Ja. En waar vinden we die? Nou, kom maar mee. En verder, wat maak je er verder van? MWO, 1944. En wat zegt dat? Maine is een provincie in Canada. Ja. En MWO, dat staat voor Master Warrant Officer, een rang in het Canadese leger. En de datum. Ja. Ja. En beschrijf het eens, hoe zag het er hier dan uit in die tijd? In het begin was het in opbouw, het leger natuurlijk, de Canadese. Een periode tot maanden lang zijn ze hier geweest. For many weeks a static period has been enjoyed in the north. Een tamelijk rustige periode, de winterperiode wordt het ook wel genoemd. Met wel patrouilles naar Duitsland toe. Er werd gevochten, ook hier in de buurt, zeker tussen Wieler en dit gebied. En
Uiteindelijk is die in februari, begin februari, Veurtepel voorbereid en opgebouwd met duizenden militairen in en rond Nijmegen. Wat is het nou moeilijk leesbaar? Wat staat hier? Nou, hier is nog net februari 845. JK, misschien initialen, spreek. En dan nog iets. En waarschijnlijk hier Canada. Ja. En februari 845, is dat een cruciale datum? Ja, dat is de start van operatie Veurtepel. En dan ligt hier duizenden legereenheden in Nijmegen en rond Nijmegen. En die gaan naar het oosten. Klaar om Duitsland in te trekken? Ja. Want dat moet het grote offensief worden. Dat is het grote uitbraakmoment, de dag. En ja, hij heeft dat misschien wel hier ingekrast. Met de gedachte van, ik ga nu vechten en ik overleef het niet. Dat zou een overweging kunnen zijn. Een soort laatste teken van leven. Ja. Eigenlijk is het een soort van herinneringsplaquette. Hè? En als ik dan naar die boom kijk, hoe hoog en oud die is, dan denk ik, die zal wel een keer geveld worden. Ja. En dan ben je dit ook kwijt. Ja, nou, daar heb ik wel ideeën over om hier een afdruk van te maken. En dat moet kunnen. Of wanneer er wordt besloten om die boom om te zagen, dit deel te bewaren. Straks het oorlogsdagboek van Willem van Houten. Terzelfde tijd rijdt een Duits officier op zijn motorfiets het fabrieksterrein op. Hij vraagt om inkwartiering van 115 man en 3 officieren. En in Wageningen wordt de herdenkingsfakkel overgedragen aan een nieuwe generatie. April 1945. Operatie Dutch Cleanser, de bevrijding van de Noord-Veluwe. In ijltempo rukken de tanks van de Canadezen op naar wat toen nog de Zuiderzee werd genoemd. Een van die Canadezen is de 22-jarige Robert Green uit Toronto. Boordschutter op een Sherman tank. Na de oorlog zal hij priester worden, maar dat weet hij dan nog niet. The order from command was that we get to the Zuider Zee with all possible speed. So we went so fast that we outran our food echelons. And I have pictures of Dutch people handing melk and aan. To get us, keep us going. These are people who were beating troops both that winter, eh? 20,000 Dutchmen starved to death, eh? So that really got to us right off the bat. When we got to Ermelo, Jerry took off. Ours is the first tank into town. There wasn't anybody in the square. And within, I guess, 5 or 10 minutes, there were a couple of thousand, and so I climbed up in my turret, and I've got a picture of it here, and started the people singing Wilhelmus no van der Soa. Hey, had to sing it for 5 years. Boy, not a dry eye in the place. Fantastic. Those are the Mooi Meisjes, and I'm in the center, so that was the call. Mei 2015. De street parade van Canadese veteranen in Apeldoorn. Misschien wel de laatste. Maar hij is er weer bij. De oorlog zal een keerpunt blijken in het leven van Robert Green. Als hij terugkeert als veteraan, krijgt hij van de regering de kans om naar de universiteit te gaan. Well, this is a bad thing. A lot of people killed. But with the area I grew up in Toronto in the 1930s, most of us were on welfare. I would never have gone to university if it hadn't been for the war.
Father Robert Green, bevrijder van de Veluwe. Eén van de bevrijders van de Veluwe. Pas na die bevrijding worden nieuwe littekens zichtbaar. Monumenten die ons herinneren aan het verlies dat is geleden. Zoals het monument voor de 71 Joodse Wageningers die werden gedeporteerd. In Wageningen heeft de nieuwe generatie de fakkel van herinnering overgenomen. We gaan eerst met de fiets vanaf hier, vanaf school, gaan we naar het Joodse monument in Wageningen. En dan gaan we daar alles herdenken. En ja, gewoon een beetje heel, volgens mij ook stil zijn. En nou, dat moeten we eigenlijk altijd de hele tijd dan maar. We gaan vandaag een monument assorteren en dat vind ik leuk. Ook best wel spannend. Nou, niet echt spannend, maar speciaal en zo. Ja, ik vind het wel een soort van spectaculair dat onze school dat mag doen. Nou, ik zit in groep 7 dan. En ik weet niet precies wat we dan daar gaan doen bij het monument. Maar volgens mij gaan we overnemen van groep 8, want die gaat dan van school. We hebben het monument hier. Eigenlijk hadden we het schoon willen maken. Maar omdat het de afgelopen 2 weken zo streng gevroren heeft, leek ons dat niet zo'n goed plan om dat met water schoon te gaan maken. Maar dat komt goed voordat het, nou ja, 4 mei in ieder geval is het gebeurd. Maar eerder nog gaan we het netjes schoonmaken. Ja, en die appelsap is zo lekker. Ik was vorig jaar ziek. Oh, wow. Wat. Ja, maar nu krijgen we een diploma. Ja, groep 8. Ja, nee, wat krijg je? En hij hangt nu half stok. Dat is een teken van rouw. Ik denk dat het belangrijk is omdat we denken dat de Joden nu gewoon onafhankelijk, zo heet het volgens mij, zijn. Het is wel een belangrijke gedachte, want de Tweede Oorlog was heel erg erg. En ja, ik vind het wel belangrijk om te herdenken. Het betekent volgens mij dat de Joden vrij zijn, want ze lopen ook door een brug, een poort. Volgens mij heet het monument ook de Vredespoort. Maar ja, Joden lopen door die poort en zijn dan vrij of zo. Ja, volgens mij betekent het dat. En dan gaan we naar Hotel de Wereld. Gaan we naar militairen. Dan krijgen we militairen te zien. We kregen ook te horen dat ze in Afghanistan hebben gevochten. En dat lijkt me wel heel cool, maar ook weer raar. Om gewoon 2 militairen gewoon voor je te zien. En dan te denken van, ja, maar ja, van die hebben gewoon mensen zien doodgaan om hun land of zo te redden. Ja, jullie krijgen direct van mij de oorkonde als bedankje. Gelukkig leef ik niet meer in die tijd. Ik zou vluchten naar een land dat neutraal is of zoiets. Ja, en daar wachten tot de oorlog voorbij is. Alleen dan denk ik, ik zou denk ik niet teruggaan. Want dat zou misschien alles gebombardeerd zijn en alles. En ja, zou ik liever in dat land blijven waar ik dan ben. Nou, Donnie, alsjeblieft. Donnie, kijk eens, gaat deze voor jou ook komen? Nou, dus even kijken. Zo. Als we het hebben over de Duitse inval in mei 1940, dan hebben we het vooral over de Gebbeberg, over het bombardement op Rotterdam.
Maar veel minder bekend is de felle strijd die gevoerd is rond de Betuwe-linie. Hier tussen Ochten aan de Waal en Kesteren verderop aan de Rijn lag een linie waar de Duitsers koste wat kost tegengehouden moesten worden. En daar is in die meidagen fors gevochten. Deze dagen hoor je klagen en wel duizend dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je eendrachtig. De gevaren die we ontwaren zullen Nederland wel sparen. Geen fanatisme, hou je optimisme. Elk die zuchten slaakt, die sticht maar kwaad. Want ons leger waakt en staat paraat. Niets is er meer. Ik heb hier een strafkaart. Ja. En die geeft het beeld van hoe het hier was in 1940. De hoofdweerstandslinie die ligt hier. Hier sluit die aan op de Waalbaandijk. Ja. En gaat hier vandaan in noordelijke richting. En halve weken sluit die aan op het access van het 46e regiment infanterie in Kesteren. En waar staan wij nu dan? Wij staan hier op de dijk. Dus als we dan hier de foto hebben van de hoofdweerstandslinie, dan loopt dat dus daar naartoe? In noordelijke richting, ja. Ja. En waar bestond die uit? Nou, die bestond uit een liniedijk en twee grote fortificaties. Eentje in het noorden is de Spees en hier in het zuiden, dat zijn de batterijen bij Ochten. In principe was het een aardwerklinie en die werd in tijden van oorlog werd die bemand. Werden daar wapen opgebracht en dergelijke. In diezelfde liniedijk zit een inundatiesluis. Die kon gesloten worden en het water wat vanuit de Overbetuwe komt, dat verzamelde zich hier. En het hele voorterrein, dat liep in tijd van een paar dagen onder. In 1939, toen was die mobilisatie al, kwamen al die militairen hier naartoe. Was het er toen al klaar voor eigenlijk? Nee. Die linie die was natuurlijk enorm verwaarloosd. Dus op veel plaatsen was het weggegraven. Dus er lag een enorme grote klus eigenlijk om dat in orde te brengen. Rats, kuch en bonen, is het soldatendiner. Rats, kuch en bonen. Doe daar je maatje maar mee. Vrij is ons streven. Augustus 1939 kregen wij in één keer een invasie van 2000 militairen. En dat was een hele happening, want Ochten sliep. Het was een heel klein armoedig dorpje was het, want het waren allemaal arbeidersmensen. En er was crisistijd. En wat deed dat met het dorpsleven? Dat leefde helemaal op. Zelfs vooral de middenstand. Want die verkochten van alles en het was in één keer een hele levende boel. Hè? Ja. Nee, dat was goed voor het dorp. En er kwam nog bij dat ze dus met de linie, al die soldaten moesten de linie gaan maken. Hè? Maar die stonden allemaal de handen verkeerd. Die konden geen schop vasthouden. Dus de Ochtense mensen moesten daar gaan helpen. En dat werd goed verdiend, want op geld werd toen niet gekeken. Hè? In die tijd, hè, 39, die soldaten die waren hier allemaal. Maar ze waren hier natuurlijk wel met een doel, want ja, die Duitse dreiging was er. Voelde dat ook zo? Was er angst? Nee, dat heb ik persoonlijk natuurlijk helemaal niet. Ik was 10 jaar. Het was gewoon leuk, want we liepen achter die soldaten aan. We gingen zelf ook marcheren door de straat. Ik was tamboer, ik liep voorop met de trom de Ochten heen. En mijn vader was zelf militair, die was niet thuis. Maar mijn moeder zal best in de knijp gezeten hebben. En zo zullen er meer mensen geweest zijn, neem ik aan. Ja, want de dreiging was natuurlijk gewoon wel heel serieus. Ja, zeker. Maar die invasie van de Duitsers kwam toch heel onverwachts hoor. Want toen er s'nachts hier vliegtuigen overkwamen om 3:30, wist eigenlijk niemand wat er aan de orde was. Maar een paar uur later moest de hele ochtend marcheren naar de Loswal hier. En in kolenboten, zo zwart als roet. Die waren niet schoongemaakt, werden ze afgevoerd naar richting Paap. Ze zouden naar Zeeland gaan, maar dat ging niet door, want er werd te hard gevochten. En toen zijn ze tot Papendrecht zijn ze gekomen. En daar hebben ze 4 dagen hebben ze in Papendrecht gelegen. Dit gebied onder de spoorlijn die ligt hier 1 kilometer of 2 vandaan, onder de spoorlijn, dus helemaal volgelopen met water. Dus dat maakt dat de Duitsers die van hier kwamen, die moesten door een smalle... Die moesten door een smal, wat ze noemen een access. Een smal access hier, ja. En die waren eigenlijk schietschijf, want hier was dat Nederlandse leger. Nou ja, ze waren met name schietschijf hier bij die voorposten. Hè. Daar lagen die aardeversterkingen die allemaal uitgerust waren met een zware mitrailleur. En er was natuurlijk wat geschut.
Dat was natuurlijk verschrikkelijk kwetsbaar om over zo'n dijk dit gebied te naderen. En dan is er altijd gezegd dat het Nederlandse leger is weggevaagd. Maar hier zijn de Duitsers dus wel degelijk klappen toegebracht. Hier hebben ze meer dan een dag weten bezig te houden. En er zat in feite zat hier 60 man militairen, 60 Nederlandse soldaten zaten hier. Ja. Met slachtoffers, veel slachtoffers. Ja, daar zijn in ieder geval hier bij die voorposten zijn zeker meer dan 100 Duitse soldaten omgesneuveld. Dus eigenlijk hebben ze gewoon stand gehouden. Waren er niet dat die capitulatie er kwam, want toen moest het Nederlandse leger zich terugtrekken. Dat heeft zich toen helemaal teruggetrokken, ja. Minister Bolkestein, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdt 's avonds voor Radio Oranje een korte toespraak die indirect betrekking heeft op mijn dagboek. Hij roept zijn luisteraars op juist eenvoudige stukken te bewaren zoals brieven of korte memoires. De minister spreekt in het bijzonder over het samenstellen van een eenvoudig dagboek. Dit dagboek zal misschien niet van zo'n grote waarde zijn, maar het is voor mij een prikkel om tot het uiterste door te zetten. Dit ondanks de grote moeilijkheden die het geheim houden en gebrek aan tijd met zich meebrengen. In het CODA-archief in Apeldoorn ligt het werk van Wim van Houten. De man die de woorden van minister Bolkestein wel heel erg letterlijk neemt. In het geheim. Zelfs zijn familie weet de eerste jaren nergens van. Noteert en verzamelt hij de hele oorlog werkelijk alles en zeer nauwkeurig. Het werk van Houten groeit uit tot een oeuvre van ongekende omvang. Hij heeft het op papiertjes verzameld, al zijn aantekeningen en zijn knipsels. En is in december 1945 is hij aan de slag gegaan om die vier dikke boeken vol te schrijven. Het is 4000 pagina's dicht beschreven. En naast die vier dagboeken van ieder 1000 pagina's zijn er nog 10 plakboeken. Met pamfletten, bonkaarten, krantenknipsels. Nou, wat hij zoal kon vinden, dat plakte hij in en verzamelde hij. Hij was de zoon van een papierfabrikant in Uchelen, van Houten en Palm. Dus ze behoorden tot de notabelen van het dorp, waren ook wel gesteld. En hij was van 1921, dus toen de oorlog begon, 19 jaar. Dat is een bekendmaking. Heeft hij dan ook verzameld, ergens vandaan gehaald. Het gaat over jonge mannen, geboren na 1 januari 1920, voor 31 december 1927. Daar hoorde Van Houten zelf ook bij. Mogen tussen 9 uur des avonds en 6 uur des morgens zich niet meer op den openbare weg bevinden. Het is een combinatie van het dagelijks leven, zoals hij dat leed in Uchelen, waar hij woonde. En het wereldnieuws wat hij tot zich nam. Hij gaat ook langs de spoorlijn zitten en noteren hoeveel goederentreinen er langskomen, hoeveel wapentransporten. En hij vindt dat hij een taak daarin heeft om verslag te doen van wat er gebeurt. Terzelfde tijd rijdt een Duits officier op zijn motorfiets het fabrieksterrein op. Hij vraagt om inkwartiering van 115 man en 3 officieren. De soldaten hebben in 4 dagen nog geen voldoende rust gehad. Alle 3 officieren komen 's avonds bij ons thee drinken. Een van hen brengt een bosje lelietjes der Dalen voor mijn moeder mee. Zijn vrouw in Düsseldorf had hem deze meegegeven voor zijn eerste kwartier. Ze zijn echter nog verdacht fris. Van de persoon van Houten zie je niet zo heel veel in de pagina's terug. Het is misschien ook een manier geweest voor hem om grip te houden op die situatie die toch enorm veranderde. Hij komt uit die dagboeken naar voren als iemand die uiterst systematisch was en nauwgezet en consequent. Ja, dan is zo'n tijd waarin alles op zijn kop staat, is natuurlijk ook moeilijk. 5 maart 1945. Vliegende bommen passeren weer, naast morgens 4 uur. Gemiddeld 1 per half uur. Om 5:30 valt er 1 dichtbij kasteel Spelderholt. Het projectiel ontploft niet, maar brandt hard. 'S Avonds krijg ik een strooibiljet uit de V1 die bij Hoenderloo is gevallen. Deze is in het Engels gedrukt. Rondom de neergestorte V1 is het wit van de pamfletten. Het strooibiljet is getiteld The Other Side, nummer 4. De waarde is vooral dat het zoveel is en dat hij zo consequent geweest is. Plus dat hij toch een hele verzameling bijzondere documenten heeft aangelegd en bewaard heeft en goed bewaard heeft ook. De dichter Armando bedacht ooit de term schuldig landschap. Plaatsen waar slag is geleverd en waar doden zijn gevallen. En de natuur, wie slaat het alleen maar gade? Groeit en bloeit en overwoekert de sporen met gras en mos.
De inkervingen in de bomen hier in Bergendal verraden wat er meer dan 70 jaar geleden allemaal is gebeurd. Zolang ze er nog staan, die bomen. Het enige onveranderlijke is de natuur zelf. Dit was 75 jaar vrijheid. Graag tot volgende week. Dan zijn we weer een week dichter bij 2020.